who were on table number six with the highest point, Jethro Wilson. De winnaar! Ja! Jethro! Geweldig, geweldig, geweldig. We hebben gisteren tegen elkaar gezegd, het is een competitie, het gaat om heel veel meer dan alleen maar eten koken. Het gaat om kwaliteit, om van kennis over eten. We hebben gezegd, er wint één Surinaamse kok. Ja, we hebben gezegd, er wint op zaterdag één Surinaamse kok wint. Die gaat dan naar de finale op zondag. Toen hebben we gedacht van, ja maar, de winnaar, de nummer 1 en nummer 2, die waren zo dicht bij elkaar. Dat waren Tirsa en Jethro. Die stonden zo dicht bij elkaar. Ze waren allebei zo lekker bezig. Dan moeten er twee naar de finale. Uiteindelijk werd Jethro gisteren tweede. En vandaag is Jethro gewoon net even beter dan alle anderen. Jethro! Jethro gaat naar huis met maar liefst $1,500. En met veel, heel veel eer gaat Jethro naar huis. Ik denk dat je heel lekker gaat slapen. Jethro, gefeliciteerd man. Houd deze in de lucht, Jethro. Houd deze in de lucht. Laat ze zien aan de camera. Laat heel Suriname zien dat Suriname in de lift is. En dat we nog hele goede chefs hebben in Suriname. Gefeliciteerd. Dit was Bergendal. Amazon Flavors voor 2013. Ik bedank alle koks uit Curaçao, Puerto Rico en Amerika. Zeg maar Puerto Rico. Frans-Guyana, Curaçao en Amerika. Ik bedank alle koks uit Suriname. En natuurlijk bedank ik ook alle koks die uit Nederland met mij meegevlogen zijn om dit evenement te maken wat het is. Namens de organisatie zeg ik bedankt, tot ziens, tot de volgende keer. En dat doen we gewoon weer. Dank jullie wel. Hoi!